do.com invoeren. We zijn een campagne aangegaan om voornamelijk te zorgen voor de koppeling tussen het bedrijfsleven en lokaal bedrijven. We zijn heel blij met deze gelegenheid dat jullie hier allemaal zijn. Die enorme drive bij lokale boeren en organisaties gericht op groei. En dat komt ook omdat de bevolking heel snel groeit. Stel, je bent een boer en je bent onderdeel van zo'n service delivery model. Wat kost het je nou en wat levert je nou op? Stel, je bent een service provider en je biedt die diensten aan. Wat kost dat nou en is dat nou echt goed voor je business? Wat is een alternatieve bron van inkomsten die voor die boer zou helpen om juist in die periode cash te hebben? Ik denk dat daar voor een bedrijf ontzettend waardevolle kennis zit om van anderen te leren. Ja. En die anderen die gaan ook van jou leren, dat is dan de consequentie. En niet verstrekt over. Volledig open kaart, daar waar het kan. Je ziet in de cacaosector een hoopgevende verandering die volgens mij wordt gedreven door het besef van grote multinationals om dingen te delen. En het besef om als je samenwerkt dat je meer voor elkaar kan krijgen. En dat lijkt misschien heel logisch, maar het feit dat dit soort bedrijven en concurrent zijn en als ze de krachten bundelen meer duurzame doelen kunnen bereiken is toch wel voor onze sector hoopgevend. Er is niet zoveel veranderd als in de laatste 5 jaar. En dan hebben we het met name over wat wij drinken. Impact at Origin is een het programma waarin wij delen van de waardeketen verschuiven van West-Europa naar het land van origine. Dus dat betekent dat wij proberen zoveel mogelijk waarde in het land van origine te houden. He, dus waar nu traditioneel de koffie bijvoorbeeld gebrand wordt in Nederland of in België, laten wij de koffie branden in Ethiopië. Of waar nu traditioneel de thee verpakt wordt door grote A-merken zoals Lipton, Pickwick, zeggen wij nee, dat laten wij in Nepal inpakken. En we zetten die industrie op kleine schaal op. We hebben zelf een groot volume waar we uit kunnen putten. Dus, en we brengen een deel van ons volume daardoor onder in dat Impact at Origin programma. En helpen zo boeren, landbouworganisaties aan volume en daadwerkelijk aan het, maar ook aan markt.